Het bestuur van de stichting Warmoes is radeloos. De gemeente wil de historische tuin verkleinen, zodat er ruimte komt voor appartementsgebouwen van het Hof van Holland. Medewerkers en vrijwilligers van de Warmoes voelen zich benadeeld. We willen best rond de tafel met de gemeente om er een mooi plan van te bedenken. Dat zouden we graag willen zelfs. Dat hebben we ook aangetoond dat we dat willen, want we hebben al veel gesprekken gevoerd. Maar we willen wel serieus genomen worden en we willen onze tuin zo goed mogelijk handhaven. Aan de achterkant komen appartementencomplexen en... Ja, dat is ook voor ons, ja, dat is het oosten en het zuiden eigenlijk. Dus precies de kant waar wij het meest van het licht profiteren voor alles wat er groeit. En het plan wat er nu is, is ongeveer 1 hectare, maar het kan ook minder worden. En dat houdt in dat al deze bomen die hier staan en daar staan, allemaal zullen verdwijnen. Zoals het nu is, is de historische tuin. En als we moeten verplaatsen of een deel wordt opgeheven, we moeten ergens op een nieuwe plek of een nieuw stuk erbij betrekken, dan wat ben je dan nog aan historisch? Wij weten in wat voor grond wij leven. Daardoor wordt er verbinding gemaakt met vroeger, maar ook met elkaar. Want hier kun je elkaar ontmoeten. Kopje thee, taartje in de thee, in de boomgaard. Straks hebben we geen boomgaard meer. Nou, dat is zo verdrietig. Dat is zo erg, want dat is onze historie. De hoogstambomen die hier staan, is ons museum. Wethouder Veldhuis is de verantwoordelijke voor de historische tuin. Langs de Graaf Allardsingel, daar komen huizen te staan. En die komen dus wat dat betreft grenzend aan de Warmoes. En de Warmoes heeft nu een oppervlak van in totaal 1,4 hectare. Daar gaan we inderdaad iets van afhalen. Want er wordt namelijk 0,4 hectare van afgehaald. En zij krijgen elders in het gebied in Waaijenstein een stuk grond van ons van 0,8 hectare. We hebben steeds in goed overleg hebben de plannen voorgelegd. Het is zo, dus die Graaf Allardsingel, daar komt een huizenrij langs. Dat was ook vanaf het begin de bedoeling. Het is een singel en een singel, daar horen gewoon huizen langs te staan. En wij gaan groene plekken in de Hof van Holland gaan wij inbreien. En dus we hebben de plannen zelfs in die zin aangepast, dus dat het nog veel meer groen komt dan ooit is bedacht. En daar sta ik gewoon volledig achter. Want we moeten natuurlijk wel eerlijk zijn, we bouwen daar een stad. En in die stad, daar gaan wij groene plekken invullen. En de Warmoes is daar zonder meer een onderdeel van.